Nou, mijn naam is Gino Goossens, coach Gino Goossens. En ik ben werkzaam en eigenaar van RPC Fitness in Baandrecht. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp RER, oftewel Reps in Reserve. En dan met name zeg maar de verhouding tussen Reps in Reserve en aan de andere kant stimulans en vermoeidheid of spiervermoeidheid. Eerst moeten we de definitie van Reps in Reserve even duidelijk krijgen voor elkaar. Want wat is Reps in Reserve nou precies? Stel je voor, met een pistool tegen het hoofd, je zou maximaal 12 herhalingen kunnen maken, maar je doet er maar 9. Nou, technisch gezien heb je dan 3 reps in reserve, oftewel 3 herhalingen nog over in reserve. Zou je er op dat moment minder doen, dus je zou bijvoorbeeld 5 of 6 of 7 herhalingen maken, dan zou je dus 5 reps in reserve hebben, ja, in plaats van de 12 die je eigenlijk zou kunnen maken. Dus dat is de term of de technische uitleg van reps in reserve hebben. Goed, hoe verhoudt zich dit zeg maar ten opzichte van de stimulans? Nou, als we aan de ene kant zouden zeggen dat je 5 reps in reserve hebt, dan kun je je voorstellen dat je zeker wel spiergroei kan stimuleren, maar niet op dezelfde manier als dat je zou werken naar een nulpunt van de reps in reserve. Dus stel, ik kan het dus inderdaad 12 maken op een back squat en ik maak het daadwerkelijk al 12. Dan is de stimulans voor spiergroei groter dan dat het zou zijn dat ik het 9 zou maken. Omdat ik er dan bij een 9 nog 3 of 5 in reserve heb. Nou, misschien kunnen we beter uitgaan van de 5. Spiervermoeidheid treedt waarschijnlijk niet of heel laat pas op het moment dat ze veel sets gedaan hebben als ik 5 reps in reserve zou hebben. Zou ik er daarentegen 3 hebben, dan zou die spiervermoeidheid al in sets wat eerder toenemen. Werk ik naar de 0 toe, dan is waarschijnlijk al na 1 set mijn reps in reserve, tenminste de stimulans en spiervermoeidheid bereikt. En zal het ook heel moeilijk zijn om gelijk weer mijzelf op te laden, om opnieuw weer tot een tweede set te gaan, waarbij ik ook tot de 12 zou kunnen werken. En dan hebben we ook gelijk het belangrijkste punt te pakken, hoe dat we de reps in reserve gaan indelen. Want als we dan inderdaad weten dan, wat de reps in reserve zijn en wat onze max potentie is op dat moment, dan kun je ook voorstellen dat dan de vraag rondom stimulans en spiervermoeidheid en de verhouding daartussen ook terugkomt. Want als we altijd zouden werken met de 0 set van de reps in reserve, dan is het heel lastig om bijvoorbeeld een langere cycle te draaien of meerdere sets te kunnen maken achter elkaar. Omdat we simpelweg gewoon te vermoeid zijn en onze spieren niet voldoende laten herstellen om weer opnieuw een set te kunnen maken. Onze CNS, ons centraal zenuwstelsel, is op dat moment ook gewoon te zwaar belast. En dat maakt het lastig om een lange cycle te kunnen bouwen. Daarbij zou, als we dat toch zouden doen en er toch mee door zouden gaan, dan zouden we te maken krijgen met een overvloed aan vrije radicalen en toxische stoffen. Waarbij wij op een gegeven moment in een zone zouden komen dat we dus geblesseerd raken. Dus als 5 aan één kant zeg maar te weinig is en 0 dan zeg maar te veel is, dan zou je kunnen zeggen dat de waarheid dus in het midden ligt. Dus ergens tussen de 2 en 3 reps in reserve. Waarom? Nou, als we werken met 2 tot 3 reps in reserve, dan zullen we heel snel merken dat we meer sets kunnen maken. Dus gaan we het bekijken vanuit een oogpunt, vanuit een cycle. Dus we draaien een cycle bijvoorbeeld voor bicep curls of voor back squat of wat dan ook. En we zouden werken met dit principe en we zouden steeds bij elke set 2 tot 3 reps in reserve gaan werken. Dan kunnen we eigenlijk best wel lang en langzaam uitbouwen over de sets en over de tijd heen. Dit wil zeggen dat we in de eerste periode, omdat het misschien een nieuwe oefening is die we maken, zouden kiezen om 3 tot 4 reps in reserve te houden. Ook om een stukje motorcontrole te oefenen. En naarmate we verder, na 2-3 weken verder zijn, kunnen we misschien zelfs de reps in reserve terugmengen naar 2 of 3. Gaan we van de cycle doorbouwen naar een deload binnen de periodisering, dan zouden we zelf kunnen overwegen net voor de deload om onszelf dermate te gaan stimuleren dat we zelfs naar een 0 of een negatief kunnen werken in de reps in reserve. En dan hoor je het woordje negatief. Wat is negatief? Negatief is eigenlijk waarbij we gespot worden bij een bepaald onderdeel in de oefening zelf. Nou, is misschien de back squat daar niet de meest goede voorbeeld daarvoor. Maar denk bijvoorbeeld wel aan kabeloefeningen of aan bicepoefeningen. Waarbij we tot aan de max van onze reps in reserve werken en tegelijkertijd bij de nulpunt aankomen. En dan licht geassisteerd worden om door dat punt overladen te worden. Wat betreft zeg maar de progressie die je wil maken.
En dan kom je dus in een zone van negatief terecht. Als we voor onszelf meenemen in deze, dus dat we altijd zoeken naar een goede balans tussen aan de ene kant de spiervermoeidheid en aan de andere kant de stimulans die we willen hebben. En dat we weten dat 5 reps in reserve misschien te weinig is om een goede stimulans te krijgen. En dat er 0 niet haalbaar is vanwege het feit dat we dan niet zoveel sets kunnen maken of niet de goede zaal kunnen bouwen. Dus willen we dus gaan zitten rond de 2-3 reps in reserve in het moment dat we ermee in bouw zijn. Nou, hoe is het heel erg goed voor toepassing? Nou, op het moment dat ik deze video maak, hebben wij te maken met een coronacrisis. Veel mensen trainen daardoor thuis, hebben niet de beschikking over gewichten. En dat zijn wel de momenten dat je ontzettend goed kunt werken met reps in reserve. Denk aan elevated split squats of split squats, air squats die je kan maken, push-ups, banded push-ups, bicep curls. Als je in de gaten houdt dat de stimulans komt van spieren op het vlak van de vermoeidheid in combinatie met die stimulans, kun je dus altijd werken richting die reps in reserve 2 tot 3, dat je absolute max is om mee te werken. Goed, ik hoop dat het voor jullie zo wat duidelijker is wat precies reps in reserve is. Mocht je het een leuke video vinden, like dan even hieronder de like button of klik hem dan even aan. Abonneer je ook eventueel op ons kanaal. En mocht je vragen hebben over het onderwerp reps in reserve of eventueel aanvullingen hebben op reps in reserve, laat ons weten in de comments hieronder.